Ja, voor aanvang van de wedstrijd IJsselmeer volgens Achilles sta ik hier met Nick Kuipers. Nick, wat is er precies aan de hand op dit moment? Nou, wat er precies aan de hand is dat ik nog niet speelgerechtigd ben voor Telstar. En dat ik niet mag uitkomen behalve in de oefenwedstrijden. En het is wachten tot ik daar wat meer over hoor. Wat zijn jouw verwachtingen ten aanzien van dit proces? Wat mij steeds verteld wordt is dat ik gewoon rustig moet afwachten en dat het wel goed komt. Maar ja, meer kan ik ook niet doen. Ik kan zelf weinig uitrichten. En ik hoop gewoon dat het goed komt. En ja, ik vertrouw op mijn zaakwaarnemer en dan hoor ik het hoop snel. Ja, is dat alleen afhankelijk van je zaakwaarnemer dat goed komen? Of heeft dat ook te maken met de KNVB die jou moet toestaan om voor Telstar te spelen? Ja, dat heeft met de KNVB te maken. Goed, ik ben niet speelgerechtigd. En voor de rest kan ik er ook niet te veel over zeggen. Ik mag nog niet uitkomen. En daar wacht ik nu op. Ja, meer kan ik kan er niet veel over zeggen. Maar volgende week, voetbal je in het rood-wit of voetbal je in de kleuren van Telstar? Ik heb geen idee. Ik hoop in de kleuren van Telstar, maar ja. Nogmaals, ik kan er niet te veel over zeggen, maar het is gewoon zo dat ik niet speelgerechtig ben. En ik wacht nu op een belletje dat allemaal goed in orde is. En ze zijn ermee bezig. En voor de rest weet ik er ook weinig van. Stel je voor dat jouw wens niet uitkomt en je toch hier weer in het rood-wit zou moeten voetballen. Wat doet dat met jouw motivatie dan? Ik denk dat ik het heel jammer vind, omdat ik, het is niet dat ik hier graag weg wilde of dat ik het hier niet aan mijn zin had, echt in tegendeel. Ik heb hier een fantastisch jaar gehad en prima club, fantastisch. Ik denk ook niet dat ik naar een andere amateurclub zou willen. Alleen, is voor mij, ik ben natuurlijk weggegaan bij Dordrecht, vrij vervelend. En toen kwam Telstar en ik wil gewoon nog één jaar kijken of ik, als ik alles speel, of ik dan door kan groeien en of er wat meer uit te halen is. En als het dan nog niet lukt en ik ben niet goed genoeg, dan weet ik dat. Maar dan heb ik er in ieder geval alles aan gedaan. En, dat zou wel jammer zijn, maar met mijn motivatie doe dat verder hier niks. Want dan draai ik de knop om en dan ga ik hier weer leuk aan de bak. Dus. Nick Kuipers, dankjewel en we wensen je succes de komende week. Ja, jullie ook vandaag, dankjewel. Vanmiddag Supercup, IJsselmeer volgens Achilles. Wat gaat dit voor een wedstrijd worden, Jan? Ik verwacht een wedstrijd tussen twee aanvallende ploegen. Ook een redelijk open wedstrijd, omdat ploegen die aanvallen vaak ook wel wat ruimte achterin weggeven. Het zal een wedstrijd worden tegen, in mijn ogen, op dit moment de beste zondagploeg. En wij zullen ons beste spel moeten laten zien om die Supercup hier te houden. Wordt dit een wedstrijd om het echie of is dit toch nog wel een onderdeel van je voorbereiding? Nou, het is natuurlijk wel het eind van de voorbereiding, maar op het moment dat je een prijs kan pakken is het natuurlijk al absoluut een wedstrijd om het echie. Wij willen heel graag prijzen winnen en de Supercup is er daar één van. Bovendien is het natuurlijk de eerste officiële wedstrijd van het amateurvoetbal. En als je die Supercup kan winnen, dan ben je meteen goed vertrokken. Dat is goed voor het gevoel voor iedereen die bij zo'n meer van ons betrokken is. De opstelling van vanmiddag. We missen Bas Mooi, die is ziek geweest. Is dit zo'n beetje de opstelling waar je mee ook de competitie in wil? Nou, ik moet zeggen dat ik vind dat er deze voorbereiding behoorlijk wat concurrentiestrijd is ontstaan op een aantal plekken. Dus dat is zeker niet het geval. Spelers moeten gewoon elke week knokken voor hun plekje. En ik zei vanmiddag al, we hebben natuurlijk een aantal jonge jongens nog bij de selectie. Maar we hebben zeker 16, 17 gelijkwaardige spelers die allemaal op dat hoge niveau wat we in ieder geval in de voorbereiding en tijdens de trainingen halen, niet mee kunnen. Dus de strijd is zeker nog niet gestreden. Dit is slechts een beginsituatie. In de opstelling staat Mike van der Laar, een van de jongsten van je selectie. Heeft jou dat verbaasd dat hij zich zo ontwikkeld heeft? Nou, verbaasd is niet het goede woord. Maar hij heeft wel zelf afgedwongen in de voorbereiding dat hij vandaag officieel zijn debuut gaat maken voor het eerste elftal. In een wedstrijd waarin we met het sterkste team spelen. Omdat hij een hele goede voorbereiding heeft gedraaid. Mike is jong, maar ontwikkelt zich heel goed. Is met name opbouwend een meerwaarde. En wij verwachten dat hij vandaag wat ruimte krijgt aan die rechterkant. Dus dan mag hij laten zien dat hij zijn uitverkiezing van vandaag waard is. Dankjewel Jan en veel succes vanmiddag. Dankjewel. Thank you.
Thank you.
IJsselmeer volgens Achilles, einduitslag 1-2 en het doelpunt van IJsselmeer volgens gemaakt door Geoffrey Verwij. Geoffrey, hoe moeilijk is zo'n wedstrijd voor jou? Het is moeilijk omdat we hebben verloren, daar staat het moeilijk. Maar we konden niet als echt spel spelen. Ik vond dat we niet in de wedstrijd zaten. Hoe moeilijk is het voor jou om in zo'n wedstrijd te ballen? Je probeert het een aantal keren, maar het lukt niet altijd. Ja, natuurlijk. Als het wat stroever loopt, dan probeer je altijd die individuele actie te maken. Helaas heb ik hem niet echt beslissend kunnen maken vandaag. Wel het doelpunt, maar voor de rest was het een beetje matig. Waar schort het met name aan bij IJsselmeer volgens vanmiddag? Ik denk dat hun iets feller waren, denk ik. Het lag puur aan de inzet van Achilles dat zij deze overwinning geboekt hebben. Ja, want wij gingen elke keer pas voetballen als we hadden gescoord. En, terwijl we gewoon de hele wedstrijd zo moesten spelen. Toch die eerste 10 minuten van de tweede helft voetbalde IJsselmeer was wel aardig. Ja, ik denk als we dan die goal hadden gemaakt, dan we dan erover zouden lopen, denk ik. Ja. Wat moet er nu gebeuren om volgende week tegen ARC in de competitie toch 3 punten te pakken? Niks, gewoon trainen en dan die 3 punten pakken. Wel vertrouwen erin? Altijd. We worden sowieso kampioen. Dankjewel, Geoffrey Verwij. Dit zijn nog eens uitspraken. Ja. Jan Zoutman, je verliest vanmiddag met 2-1 van Achilles om de Supercup. Hoe hard komt dit aan? Het is altijd vervelend als je de kans op een prijs niet pakt. Dus dit is wel even een tikje wat we moeten verwerken, ja. Als je nou kijkt naar de wedstrijd, je komt na 10 minuten op een 1-0 achterstand. Grote fout in de verdediging. Valt er nog veel te gebeuren? Ja, een team wat in augustus gaat beginnen aan een seizoen na een voorbereiding moet altijd nog veel werk doen. Dus dat geldt voor elke ploeg. Dus er moet nog genoeg gebeuren. En ik heb inderdaad een aantal dingen gezien die heel snel beter zullen moeten. Hoewel we ook twee fases een goed niveau hebben gehad. Alleen vergaten we toen door te bijten. En dat maakt dat je zo'n wedstrijd kan verliezen. Was het gemis van Bas Mooij vanmiddag erg groot? Nou, dat wil ik niet zeggen. Ten eerste vind ik dat een slap excuus. Ten tweede vind ik dat Tony Tol het fantastisch gedaan heeft. Het is natuurlijk wel zo dat daardoor Mike van der Laar zijn debuut maakt, zeg maar, in een grote wedstrijd in het eerste elftal. Ja, ik bedoel, wie zegt dat we met Bas wel gewonnen hadden? Dat vind ik onzin. Daar gaan we ons ook zeker niet achter verschuilen. Het tweede doelpunt, ja, eigenlijk ook wel weer een missen van de verdediging. Maar het eigen doelpunt wel een goed uitgespeeld moment. Ons doelpunt was een prima aanval met een goede actie van Ramic, een goede goal van Verwij. En in die fase en ook in het begin van de tweede helft had ik absoluut het idee dat wij door konden drukken. En ik denk ook als we dan de 2-1 maken en we zijn moeten komen, dan krijgen we wat ruimte. Dat de kans op succes in ieder geval veel groter was geweest. Maar het liep anders. En ik denk dat we zelf te opportunistisch, te veel de lange bal hebben gespeeld. Ons positiespel, ja, dat was bij vlagen was het redelijk. Maar uiteindelijk te weinig om deze tegenstander echt onder druk te houden. Ja, hoe kan het dat je na 10 minuten toch heel goed voetbal in de tweede helft, de andere 35 minuten eigenlijk niet meer zichtbaar bent geweest? Nou, wat ik zeg, zij zetten natuurlijk ook vrij veel druk op onze opbouw. Wij kozen wel heel erg snel voor de lange bal. Dat deden we in het begin van de wedstrijd ook. Daarna hadden we een fase dat we wel goed voetbalden. En terwijl we in de rust afspreken dat we wat rustiger aan de bal moesten zijn, wat langer moesten proberen de bal te houden, lieten we ons toch verleiden een aantal keren terwijl we gewoon konden doorvoetballen. Tot het te snel spelen van een lange bal. En daarnaast wonnen we die duels niet. De tweede bal was niet vaak genoeg voor ons. En dan wordt het een soort loterij. En dat hebben we denk ik gezien in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Hoeveel weken heb je nog nodig om de boel goed op de rit te krijgen? Nou goed, we hebben 1 week, dan begint de competitie. Maar het is duidelijk dat je in het begin van het seizoen altijd een aantal nieuwe spelers in moet passen. Dat is een proces wat continu doorgaat. Dus je bent nooit klaar als trainer. Want het is niet zo dat we landskampioen zijn en we gooien er een kwartje in de machine gaat weer lopen. Je moet altijd aan het werk blijven. Je moet zorgen dat de ploeg weer fit wordt. Je moet zorgen dat de ploeg in het koppie weer scherp wordt. Je moet zorgen dat de nieuwe spelers ingepast worden. Dat gebeurt er af en toe eens wat met zo'n ploeg. Schorsingen, blessures, in dit geval ziekte. Kortom, het is een continu proces. Dus je kan niet zeggen van nou, over 3 weken staan we er. We moeten er gewoon volgende week staan. Punt. En je staat er volgende week?
Absoluut. Dankjewel Jan en tot volgende week dan maar. Zo is dat.